Bertha, Dora, Clara, allemaal producenten van mest. En in Nederland zijn we daar heel goed in, want we produceren met z'n allen, hè, ook de varkens en de kippen, zo'n 80.000 miljoen kilo per jaar. Ja, en in die mest daar zitten allerlei stoffen, waaronder fosfaat. En wij produceren te veel fosfaat, dan is afgesproken met de Europese Commissie. En dus is er een mestoverschot. En daar moeten we wat aan doen. Hoe ernstig is het met ons mestoverschot? Nou, als je in Nederland kijkt, dan kan er op onze landbouwgrond kan ongeveer 130, 140 miljoen ton fosfaat geplaatst worden. Er wordt 170 miljoen ton fosfaat, kilo fosfaat geproduceerd door onze dieren. Dus we hebben ongeveer een 30 miljoen ton fosfaat hebben over in Nederland. Ja, en daar moet wat mee gebeuren? Daar moet wat mee gebeuren, ja. Wat zoal? Nou, deels van die mest, bijvoorbeeld de pluimveemest, de droge pluimveemest, die wordt gebracht naar Moerdijk. Die wordt verbrand, daar wordt groene energie van gemaakt. En de as die overblijft, die gaat naar de Afrikaanse landen waar ook heel veel behoefte is aan fosfaat kunstmeststoffen. Okay. Dus dat zijn goede voorbeelden. Nou, wat gebeurt er met de varken en de koeienstront? Nou, de meeste melkvouders hebben land genoeg om een eigen mest uit te rijden. Boeren, melkvouders die niet voldoende land hebben, die kunnen de mest vaak afzetten in de buurt. Dus bij akkerbouwers of andere boeren die wat minder vee hebben. Nou, en varkensmest wordt vaak geëxporteerd. Deels naar Duitsland, soms naar België. En deels gaat de verwerking in. Onze overtollige mest gaat dus Europa in of het wordt verwerkt in vergisters. In Beltrum weten ze wel hoe dat werkt. Het bedrijf daar voedt in grote silo's bacteriën met mest, waardoor biogas en elektriciteit wordt opgewekt. Het overtollige mest, dat komt dus terecht bij mestverwerkingsbedrijven zoals jullie, Groot Zevend. Wat is het proces? Het proces is dat er al iedere dag de auto's binnenkomen met de overtollige mest en hier binnen in de hal lossen. En van daaruit gaat het biogasproces in. Het is een kwestie van aansluiten en de mest gaat in een grote vooropslagsilo. En vanuit die vooropslagsilo worden de vergisters gevoed en gaat de mest het proces in. Kom maar mee, hier lopen we naar de silo's met de besturingsruimte. Flink wat? Ja, het is een heel proces en een heel gebouw geworden. Het terrein is volledig volgebouwd. Ja, hier zijn alle silo's. Er zit een voedingsprogramma in met een pomp. En die pomp verdeelt de mest over de silo's. Je krijgt gewoon daar waar de ruimte is, daar wordt het naartoe gesluist. Het is niet waar de ruimte is, maar waar de bacteriën het nodig hebben om optimaal te produceren. Daar gaat het toe. Kijk, en hier staan we bij de silo's. Je ziet links en rechts twee silo's van 3.500 kub gevuld met mest. Die mest is verwarmd tot ongeveer 38 graden. De bacteriën die erin zitten, zitten er van nature al in. En bij 38 graden gaan die methaan produceren. En de methaan komt omhoog in de silo. Het dak staat mooi bol, zit vol met methaan. En dat wordt weer afgezogen en dat gaat naar ons verdere proces in. Dat is hier de ontzwaveling. Hier wordt op een biologische manier een deel van de zwavel uit het gas gehaald. Zwavel is een schadelijke stof voor het proces hier en een nuttige stof voor de landbouw. En waar blijft dat zwavel dan? De zwavel wordt daarna weer teruggezet naar de landbouw en kan weer terug de landbouw in. Oh. Harry. Dit is de BKK, hier wordt energie en warmte opgewekt. Wat deed dat ding nou eigenlijk? Nou, hier gaat het biogas in van onszelf voor een deel en dan maken we warmte mee en elektriciteit voor onze eigen bedrijfsvoering. Ja, omgezet naar warmte en elektriciteit. Ja. Dus hier een pijpleiding van hoe lang? Nee, een pijpleiding van 6 kilometer, die gaat naar Borklo, dat is die kant op. En daar in de fabriek gebruiken ze heel veel aardgas. En dit biogas gaat daarheen ter vervanging van aardgas. Ja, precies. Dus alles wat daar allemaal verwerkt wordt, komt uiteindelijk hier die buis boven. En richting Friesland Campina. Ja, dat klopt. En dat is een hele duurzame oplossing. Wat hou je nou over aan mest? We houden mest over, dat noemen we digestaat. Dat is dit product wat hier aankomt. Kijk, het is lekker spul. Mest gewoon lekker opgelost. Alle vaste delen zijn voor een deel afgebroken. En ammonium is extra opgelost. Een heel mooie substantie die goed homogeen is. Maar er komt mest binnen. Wat gebeurt hier nou mee? Je zit nog steeds met mest. Ja, kijk, je ziet het. Een lekkere warme massa die uit de vergister komt. En die, waar in Nederland geen plek is. We hebben in Nederland een mineralenoverschot. Ja. En in Duitsland is er wel plek voor de mineralen. Daarom gaat dit op het moment op transport naar Duitsland. En dan vervoeren we heel veel water. Dus die vrachtwagens komen hier met mest. En vervolgens gaan er weer vrachtwagens met mest richting Duitsland. Klopt, exact. Zo is het op dit moment. Tot voor kort hield het hierbij op, maar jullie hebben iets vernuftigs bedacht. Ja, we hebben samen met Nijers Water een geniaal concept ontwikkeld en succes ermee. Ja, dankjewel. Ja, dan sta je dan met je emmer vol shit. Ja, maar in die emmer vol shit zitten wel allemaal waardevolle grondstoffen in.
En dat is het geniaal concept? Zeker, want dat halen we er weer uit. We halen al die grondstoffen halen we eruit. Die allemaal naar Duitsland gingen? Precies, die allemaal naar Duitsland gingen. En daar maken we nu allemaal producten van. Dit is de organische fosfaatrijke fractie. Die is zo geconcentreerd, die gaat dan naar Duitsland toe. Dit is het kaliumconcentraat dat we eruit halen. Dit is gewoon een pure kaliummeststof die terug kan naar de Nederlandse landbouw en met name voor de aardappelindustrie interessant is. Omdat als kunstmest? Als kunstmest, veel kalium, omdat aardappels veel kunstmest nodig hebben. Dit is ammoniumsulfaat, dit is ook een kunstmest. En dit is ook gewoon een pure kunstmestvervanger. Oké, dus je haalt allerlei kunstmest eruit. Ja. En wat is dit? En dan hebben we het belangrijkste. Schoonwater. Dat is schoonwater. Dat is schoonwater. Van het 1 kuub of 1 liter. Van die gestaat halen we 60 tot 80% oplosbaar water eruit. En hoe goed is dit? Is dit drinkbaar? Dit is bijna drinkbaar. Dit is bijna drinkbaar. Dit is zo schoon. Dit is schone water. Over het algemeen omdat je alle zouten eruit haalt. Schoon dat het oppervlaktewater hier in Achterhoek. En dat gebeurt door een of ander chemisch gebeuren die jullie kunnen met bijzondere machines. Het heeft iets meer uitleg nodig, denk ik. Hebben we nog iets van een laboratorium of zo? Zo, in het laboratorium. Neem ons mee in die wondere wereld van mest. Dit is het digestaat wat na die vergisting overblijft. Naar Duitsland. Naar Duitsland. Ja. Daarmee, dat stoppen we in een centrifuge of in een decanter. En dan halen we dus die organische, dat slingeren we de organische dikke fractie, er in de vorm van deeltjes slingeren we eruit. Dat gaat hier in zo'n apparaat? Dat kan in zo'n machine op uw hapschaal. In fullscale noemen we dat een decanter. Dan hebben wij de fosfaat eruit gehaald. En dan houden we nog steeds digestaat over met heel veel deeltjes. Oh. En de stikstof. Stinkt ook, hè? En de kalium erin. Ja. En natuurlijk nog heel veel water. En om die stikstof en die kalium terug te winnen, moeten we eerst alle deeltjes eruit halen. Dat doen we met behulp van flotatie. Flotatie is een proces waarin we zeg maar eerst een polymeer bijbrengen om deze deeltjes die je hierin ziet groter te maken. Hm. En vervolgens brengen we de lucht in en dan gaan ze allemaal naar de oppervlakte drijven. En dat ziet er in de praktijk zo uit. Jeetje. Dit is een flotatieunit. En deze flotatieunit die scheidt deze bovenlaag van de heldere vloeistof. Okay. Hij schraapt hem als het ware aan de bovenkant af. Dus daar komt het allemaal terecht en dat is ook weer een grondstof? Ja, dat gaat terug naar de vergister, omdat er nog heel veel organische stof in. En er wordt dus geprobeerd om daar nog weer de biogas uit te halen. Ah. Dit laagje is er nu afgeschraapt en dan hou je dit over en daar zit dan nog stikstof in. De stikstof. Dus die moet er nog uit? Ja, en die strippen we er vervolgens uit met behulp van lucht. En daar zitten we nu tegenaan te kijken? Ja, dit is een kolom. Daar wordt aan de onderkant lucht in gebracht. En daar strippen we aan de bovenkant de stikstof in de vorm van ammonium of ammoniak gaat er aan de bovenkant met de luchtfase mee. Vervolgens wassen we dat met zwavelzuur en dan maken we dit product. En dat is ammoniumsulfaat en dat is een pure stikstof kunstmest. En dan houden we uiteindelijk dus dit over zonder die stikstof. Ja, en hier zitten nog de kalium in en wat andere zouten en heel veel water. Ja. En dat scheiden we met behulp van de membraan. Dit is het kaliumconcentraat wat we dan met die membraanfiltratie hebben geconcentreerd. En dit is ook als kalium gewoon een pure meststof wat onder andere in de aardappelverwerkende industrie gebruikt kan worden. En dit is dus? De fosfaat. De fosfaat. Ja. Dan ruik je bijna niks meer joh. Nee. Tenminste, niet meer die poeplucht. En hier is het allemaal om te doen. Dit is nou dat kwalijke gebeuren. Dit is het fosfaat. Wat allemaal naar Duitsland moet. Precies. En in plaats van een vrachtwagen kan het gewoon met een kruiwagentje. Hoppa. Bij wijze van. Nou, alles even op een rijtje. Het begint met die poep hier. Ja, dus vanuit 1 liter of 1 kuub digestaat of mest halen we 10% organische fosfaatrijke fractie wat naar Duitsland gaat. 10% stikstofmeststof, pure meststof. 10% kaliumconcentraat wat ook terug de landbouw in kan. En 70% schoon water. Ja, precies. En als we het dan over dat vervoer al hebben, wat dit het gebeurt. Alles wat in die vrachtwagens naar Duitsland ging, zo'n groot gedeelte was water. Ja. Zinloos.